Kun je in je eigen woorden uitleggen wat liefde voor jou is? Een hele goede dag, dames en heren. En super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Bastiaan. En deze ochtend heb ik heerlijk uitgeslapen. Oh, wat was dat lekker. Het is een lang geleden dat ik zo erg heb uitgeslapen. Het is nu bijna 11 uur. En ik heb zo lekker in mijn bed gelegen. Oh. Ik heb zojuist eventjes gedoucht, mezelf klaargemaakt en nu ga ik ontbijten. En het is een keertje een ander ontbijt dan normaal, want het is kwark met walnoten. Honing, dat kennen we ondertussen wel, maar met mango. Oh, wat ga ik hiervan genieten. Niet normaal, ik haalde de markt laatst en jullie kunnen het niet ruiken, maar dit ruikt zo lekker vers. Oh, wat heb ik hier zin in. Hier heb ik echt super zin in. Ik ben blij dat ik een heel leuk weekend heb gehad. En ik ben blij dat mijn volgende weekend, het weekend daarna, het weekend daarna en het weekend daarna ook bizar leuk gaan worden. Die zijn allemaal gepland. Dus jongens, bereid je voor op echt volledige gekheid en volledige plezier en leuke dingen die jullie allemaal gaan zien. Nu ga ik even lekker ontbijten. Het is vandaag een hele productieve dag geweest. Ik heb namelijk... Wow, huh? Ik hoorde ineens een geluidje. Heel raar. Maar het is vandaag een hele productieve dag geweest. Ik heb echt bizar veel gewerkt. Dat is niet normaal. Ik heb echt heel veel gewerkt. Dat wilde ik dus ook even meegeven. Is dat ik soms gewoon dagen heb dat ik echt even moet knallen. Want deze week heb ik super veel leuke dingen op de planning staan. Maar dan had ik echt heel veel leuke dingen op de planning staan. Ik heb zelfs net ook weer iets heel tofs gehoord. Gekregen, zo kun je het misschien wel zeggen. Van een bedrijf. En daar gaan we iets heel vets mee doen. 100% gaan we iets heel vets mee doen. Wordt ook een hele leuke video. Maar wat ik eventjes wilde zeggen, was dat jullie even wil bedanken voor alle support de laatste tijd. Het is echt immens goed aan het gaan. Jullie reageren onder video's, wat ik heel erg waardeer. Want dat zijn van die momentjes waarvan ik denk, wauw, jullie nemen de moeite om te kijken naar mijn video's en ook nog eens te reageren. En het reageren is iets wat niet zoveel mensen doen. Maar als jullie het doen, waardeer ik dat ontzettend. Dus dat vind ik heel erg tof. Vind ik heel erg leuk ook. Liken vind ik ook heel tof. Zeker weten. Maar vandaag is het een dag dat ik ga knallen. Dus ik ga nu zo meteen weer een video. Dat is zo niet goed voor die oortjes. Die oortjes zijn zo tering duur en ik laat die op de grond vallen. Echt heel erg stom. Ik had zelfs laatst dat ik mijn oortje gewoon van de brommer af liet vallen. Oké, ik ga ze in ieder geval nu... Jezus man, ik ga er niet zo zuinig mee om. Sorry, ik heb het wel zelf betaald, maar sorry. Ik laat ze nu even liggen, maar ik had dus laatst dat ik ze van de brommer af liet vallen. En toen dacht ik bij mezelf, Jezus Bas, je moet er echt wel beter mee omgaan. Want dat gaat echt niet langer. Als je op zo'n manier ermee omgaat, dan zijn ze binnen de kosten keren kapot. En zo'n nieuw oortje kost volgens mij 80 euro. Nou, daar word ik ook niet heel erg blij van. Maar ja, ik ga nu in ieder geval wel eventjes nog één videootje editen. En even knallen. Daar heb ik heel veel zin in, want dan ben ik gewoon klaar voor de dag. En ben ik klaar voor een morgen. Eigenlijk voor 2 dagen. Maar ik wil natuurlijk elke dag wel iets doen. Ik moet ook nog studeren, dus ik kom er ook nog bij kijken. Want ik heb deze week een tentamen. Jazeker. Dus dat wordt heel erg tof. Heel chill. Nu eventjes werken nog. En dan zometeen ga ik weer even lekker koken. Voor de rest van de week. Oh, dan moet ik wel even de kip eruit gaan halen. Moet ik niet vergeten. De kip uit de frigeur. Even kijken, hier ligt de kip. Zo, die kip is uit de vriezer. Die is waarschijnlijk straks nog niet goed. Maar dan doe ik die eventjes in de magnetron. En dan is hij wel gewoon goed. Ik wist dat ik vandaag best wel een rustige dag zou hebben. Qua vloggen. Omdat ik best wel veel te doen had vandaag. Dus dacht ik bij mezelf, weet je wat, ik laat een Q&A doen. Het is mij gelukt om een Q&A te doen. Ik heb jullie gevraagd op Instagram bij deze foto die je nu hier links van mij ziet staan. En dan heb ik nou tot nu toe 25 reacties op de video. De foto staat nu een half uurtje online. En we gaan ze even wat vragen beantwoorden. We beginnen bij vraag 1. Zou je een relatie beginnen met een Belgische meisje, een vrouw? Nou, ja, waarschijnlijk wel. Het ligt er gewoon heel erg aan wat voor persoon het is. Het maakt me niet zo erg uit waar die vandaan komt. Het is alleen wel handig als die persoon niet... een andere taal spreekt, om het zo te zeggen. Want dat is niet zo heel handig. Maar op zich zou het nog steeds kunnen, want als iemand Engels spreekt... Ik kan best wel goed Engels, zoals jullie waarschijnlijk ondertussen wel weten. Dus het zou op zich ook nog wel kunnen lukken. De volgende vraag is, heb je tips voor de beginnende YouTuber? Nou, zeker.
Gewoon doen. En als je zegt dat je het doet, doe het dan ook. Het is een heel groot probleem met YouTubers, mensen die video's plaatsen online of Instagram of wat dan ook, dat ze niet consistent zijn. Dus dat ze niet blijven posten en niet blijven doen wat ze zouden moeten doen. Ik zeg dat ik dagelijks vlog maak, dus ik maak dagelijks vlogs. En ik zit nu op 327 of zo. En ik blijf gewoon doorgaan. Dat is dan ook de beste tip die ik heb voor jullie. Als je het wil doen, doe het. Als je het niet wil doen, als je niet volledig wil gaan, zeker niet doen. Dan ga ik meteen door naar de volgende vraag. Wil je graag kinderen? Ja, ik wil graag later 2 kinderen. Dat is in ieder geval mijn droom. Ik zou het heel leuk vinden, want ik ben heel goed met de kinderen. Ik ben zelf nog een kind. Maar nu gaan we even snel boodschappen doen. Persbonen, die gaan we halen. En ook nog wat broccoli. Ik moet even kijken welke broccoli we gaan kopen. Ik denk dat deze wordt. Die ziet er op zich prima uit. Ik heb nog vis en ik heb nog kip. En rijst, dus dat is heel chill. Oeh, maar serieus. Een vegan pizza bij de Lidl. Netjes, ik denk dat ik die even ga proberen. Ze hebben ook een veggie, maar dat is op zich logisch, want dit, een veggie is standaard toch, neem ik aan. Maar een vegan, die ga ik wel proberen. Ik denk dat die wel echt heel nice is. 2,41 voor 2. Nou, dat is echt niks. Of wat is het? Is het een andere? Ik weet niet hoe duur deze is, maar we gaan het zien. Ik heb geen idee. Er staat nergens bij ook hier, hè? Hier kaas en steenoven. Ik ga hem gewoon meenemen. Ben benieuwd. En we gaan weer door met de volgende vraag en die luidt: hoe maak ik het editen in Adobe Premiere Pro makkelijker? Zo, dat was een moeilijke zin voor mij, ik weet ook niet waarom. Ja, ik heb het gewoon geleerd door te doen. Ik heb gewoon geleerd om het te doen en op te zoeken als ik iets niet wist, wat ik precies wilde weten. Of ik vroeg het aan iemand die het toevallig kende die het wist. Maar vaak is het gewoon echt opzoeken als je iets wil weten hoe het werkt. Wat is mijn favoriete lied? Ja, het is lastig. Ik denk dat dat op dit moment Dance Monkey is. En aller tijden is denk ik... Ja... Ik heb zo ontzettend veel favorieten. Zo ontzettend veel favorieten die ik echt veel nummers die ik heel erg leuk vind. Alleen ik denk dat ik, als ik ga kijken naar echt favoriete nummers, zal het wel iets van In The End zijn of zo van Linkin Park. Of van Breaking Benjamin is een bepaald nummer. Die hoor je nu. No time to lose, we've got to move. Die vind ik bijvoorbeeld ook echt heel vet en daar ga ik echt heel erg lekker op. Dat ik daar gewoon echt van geniet. Ik vind het nummer zo vet omdat ik daar vroeger gewoon heel veel goede herinneringen aan heb. En dan even kijken. De volgende vraag. Ben je ooit al eens in België geweest? Ja, echt heel vaak ben ik in België geweest al. Wat zijn de leukste kanten van je werk? Vrijheid, blijheid, spontaniteit. Veel kunnen doen wat je leuk vindt om te doen. En mensen om me heen kunnen verrassen. En blij kunnen maken met verschillende dingen die ik ze wel kan doen. Zoals dat ik Sal bijvoorbeeld mee kan nemen naar Dubai en dat ik Sal mee kan nemen naar Berlijn. Noem het maar op eigenlijk. Ga even naar binnen, even de eten uitpakken en dan gaan we door naar de volgende vraag. Ik ben op dit moment lekker aan het koken, de kip is aan het bakken, de rijst is bijna klaar zoals je ziet. De broccoli is klaar, ik moet alleen nog de vis en de boontjes klaarmaken. En dat gaat helemaal lukken. Maar we gaan door naar de volgende vraag, want de volgende vraag luidt. Er zijn weer een aantal vragen bijgekomen natuurlijk. Zo snel gaat dat. We gaan even kijken, wat zijn de leukste... Oh, dat heb ik al gezegd. Wat is het doel in je leven? PS, love you. You, hartje. Dat is een hele diepe vraag, dat reageer ik er ook onder. Wat is het doel in mijn leven? Het doel in mijn leven is om de mensen, eventjes mijn kip schudden. Ja, helemaal top. Ondertussen, want anders gaat hij straks nog verbranden, dat ook niet. Het doel in mijn leven is om de mensen om mij heen gelukkig te maken en hun het leven te delen met hun wat ik zou kunnen leiden. Op dit moment gaat het allemaal heel leuk, het gaat allemaal heel lekker en alles is leuk en ik maak dingen mee. En ik strijd er natuurlijk ook hard voor en ik werk er natuurlijk ook hard voor op dit moment. En hetgene wat ik eigenlijk in mijn leven zou willen, is het kunnen delen met de mensen om me heen. Dus kom ik eigenlijk weer terug op het feit dat ik dus Sal mee kan nemen naar Berlijn bijvoorbeeld. Dat vind ik gewoon heel erg tof om te kunnen doen. Ik vind je echt cute, zullen we daten? Nee. Nee, sorry. Nee, ja. Wel een leuke vraag. Goed verzonnen. Ja. Volgende vraag. Wat is je doel voor volgers en hoeveel dacht je dat je ging krijgen toen je begon? Mijn doel voor volgers is niet per se iets speciaals of spannends. Ik zou het leuk vinden als ik de 10.000 ooit zou halen. Dat is meer omdat ik het dan handig vind dat ik dan omhoog kan swipen. We gaan weer even schudden. Nee, ik kan best een beetje koken. Ik kan best een beetje koken. Maar dat is in ieder geval mijn doel. Mijn doel is om dat te bereiken. En eigenlijk hetgeen wat ik zou willen bereiken, überhaupt, is... Mijn doel voor volgers is voornamelijk dat ik ervan kan leven. Dus dat ik van het YouTube zijnde kan leven en het Instagram zijnde kan leven. En daarnaast dus een baan zou kunnen hebben of wat dan ook.
of ik dit als mijn baan zou kunnen zien. Dat is eigenlijk het doel hiervan. En ik vind het gewoon super leuk om te doen. Ik heb ook heel veel plezier in. En dat merken ook heel veel mensen aan mij. Dus dat is heel fijn. En daarom vind ik het ook leuk om dit soort dingen met jullie bijvoorbeeld te doen. Zo'n Q&A. Dat ik dan denk, jullie willen waarschijnlijk wat meer weten van mij. Het persoonlijke. Hoe oud ben ik? Ik ben 25 jaar oud. Ik word volgend jaar 26. In april. 18 april 1994 is mijn geboortedatum. Ja, ik ben zo oud. Niet te geloven. Ken ik Indische woordjes? Ja, ik ken het woord makkan. Is volgens mij eten. Als ik het goed heb. Makkan is eten. En makkan nog iets is eet smakelijk. Maar verder ken ik eigenlijk Indische woordjes. Vroeger ken ik wel redelijk wat Indische woordjes. Want ik ben ook in Indonesië op vakantie geweest. Ik had een vriend toen de tijd. Die was Indonesisch. Dus die leerde mij soms wel wat woordjes. Maar nu tegenwoordig ken ik echt geen meer. Alleen makkan dan. En zo heb ik me toch een partijtje een lekkere maaltijd voor mezelf gemaakt. Kip, boontjes, rijst. Kip, boontjes. Of kip, rijst, broccoli. Vis, broccoli, rijst. Nou, deze en deze gaan in de vriezer zometeen. En dat ga ik zo meteen even opruimen. Jongens, helemaal top. Ik ga even lekker eten. Ik ben in één keer omgekleed en ik ga in één keer sporten. Ja, het is bizar. Nou, ik had natuurlijk al lang gepland dat ik ging sporten en dat ik wilde gaan sporten. Maar ik dacht toen ineens bij mezelf, weet je wat, ik ga ook gewoon volle bak. En ik neem ook meteen mijn camera mee en ik pak weer even een mooie Q&A-vraag erbij. Want dat is natuurlijk waar deze vlog vandaag in het teken staat. Voor in het teken staat. In het teken staat van, nou ja, even van de wifi af, anders hebben we geen verbinding. Even kijken. Hallo. Oké, nou. Wat is mijn grootste angst? Mijn grootste angst is denk ik dood. Denk ik. Ja, dat is gewoon mijn grootste angst, denk ik. Ja, dat is een makkelijk antwoord. De volgende vraag is, kun je in je eigen woorden uitleggen, sorry ik schrok, kun je in je eigen woorden uitleggen wat liefde voor jou is? Liefde voor mij, dat is een lastige vraag, want als je gaat hebben over liefde kan heel veel zijn. Liefde kan zijn tussen vrienden, kan zijn voor familie, maar het kan ook zo zijn dat je liefde hebt voor een partner, dus in mijn geval een vriendin. Maar voor mij is denk ik, liefde, ja, liefhebben van een persoon waar je dus echt jezelf, altijd jezelf kan zijn. Dat je gewoon jezelf kan zijn en dat je dus allebei een eigen leven hebt en geniet van de dingen in het leven die er zijn. Positief in het leven staan, denk ik. Zoiets denk ik dat je het beste kan zeggen. Ja, het is een hele diepe vraag, een hele moeilijke vraag. Ik denk dat ik er misschien straks even op terugkom, maar daar kijk ik nog wel eventjes. Ik ga er even in ieder geval nog even over nadenken, sowieso. We hebben nog een vraag en die vraag luidt, leuke foto. Topvraag. Nice. Nou, gelukkig heeft het niet geregend. Jezus. Heel mijn jas. Helemaal nat van de voorkant ook. Vooral de voorkant natuurlijk, want ik ga rechtdoor. God damn it. Had ik niet verwacht. En mijn schoenen zijn ook helemaal nat. Nou, we gaan lekker sporten. Ik zou normaal gesproken nooit hier neerhangen op een of andere manier, maar nu heb ik het wel gedaan en het is helemaal droog. Of is het niet helemaal droog? Jawel, het is redelijk droog. Ben ik even blij. We kunnen weer naar huis. Ik was dus straks in de Lidl om natuurlijk boodschappen te doen en heb ik eten gehaald van de kip en de broccoli. Weet je wat, dat wat ik straks ging halen. En toen zag ik dus ook dit staan. Een vegan pizza. En toen dacht ik bij mezelf, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die dan smaakt, hoe dat is. Nou, ik heb het dus nu gebakken. En als jullie waarschijnlijk denken, Jezus, dat ben je weer een vreedzak. Je eet weer twee keer op een avond. Dat klopt inderdaad, ik eet weer twee keer op een avond. Maar, om mezelf een beetje goed te praten. Deze is maar 550 calorieën. Vergeleken met een normale pizza die dus 960 calorieën is. Dat scheelt natuurlijk enorm. Maar alsnog is het natuurlijk 550 calorieën die gewoon naar binnen knalt. Al heb ik het wel nodig, want ik heb echt een partijtje honger nu. Dat is niet normaal. Ik heb ook nog één vraag van de Q&A en daarmee ga ik meteen de vlog afsluiten. En die vraag luidt als volgt. Is nou Bas, Bastiaan, Sebastian of Erik? Ja, ik vind dat mooi. Nou, het is dus mijn roepnaam door mijn ouders gegeven is Bas. Mijn doopnaam is Bastiaan en die gebruik ik ook voor YouTube en Instagram en zo omdat ik een mooie naam vind. En tegenwoordig noemt iedereen mij Bastiaan, dus dat is op zich wel chill. En het is niet Erik. Want Erik, doe rustig. Dat gezegd hebbende, is het ook tijd om lekker te gaan slapen. Dus ik wil bedankt voor het kijken van deze video. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je morgen weer bij een nieuwe video. Om 3:30. Check ook zeker twee video's aan die kant van mij.
En dan is er één ding ik moet zeggen, en dat is later.